Kijk, hallo. Welkom. Wauw, we zijn er weer. En we hebben een nieuwe auto. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de video. We hebben vorige livestream een gratis auto gekregen. Ja, het zal eens niet. We hebben gewoon iets gekregen. Wauw. Hey jongens, even alle jokes aside. Ik heb legit een nieuwe auto gekregen. Ik kan wel even een stukje uit de stream laten zien. Ik had een vraagje. Zit jij nog steeds in hetgene als de laatste keer toen ik jullie sprak, zeg maar? Met wie spreek ik? Je bent herkenbaar. Met Shiva. Shiva, oké. Maar zit jij nog een beetje in hetzelfde wereldje? Ja, op zich. Half. Nou, ik ben nu onderweg naar mijn huis, zeg maar, aan het lopen. Ja. Ik zit er zeg maar meer over na te denken om een beetje een kastopruiming te houden. En daar zitten nogal wat dingen in, zeg maar. Ja. En ik wil ook mijn auto's en zo wegdoen. En iedereen die ik belde, die zit niet meer in dat leven. Ja. Dus heb je interesse in wat speeltjes die in de kast liggen? Wat casino dingetjes te hebben? Mijn Maserati, mijn R1, mijn Golf, tuurlijk. Ja, natuurlijk joh. Ik denk dat ik gek ben. Je hoort het buiten. Kijk, dit krijg ik gewoon, hè. Alsof het niks is. Kijk, zoiets. Heb ik hem nou gewoon? Oh mijn god, je bent echt gek gewoon, hè. Oh mijn god, ik heb gewoon een Maserati, wat dik. Je bent echt gek, hè, dat weet je. Oprecht. Ja, maar ik geniet niet meer van het redelijk rijke leven. Dus ja, erg leuk. Gewoon een nieuwe auto, alsof het niks is. Ik krijg ook nog een huis. Dat is het leuke. Ik krijg echt gewoon letterlijk een huis en een auto. En alles wat in het huis lag, krijg ik erbij en al. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar dan vraag je af. Hey Max, wat gaan we doen met je nieuwe rood stoplicht en de politieagent? Oké, we zijn goede burgers natuurlijk hier op Verenigd Rijden. Ik zou nooit door rood rijden. En tot ziens, meneer de agent. We gaan door rood. Hey. Max, wat gaan we dan doen vandaag? Nou, jongens, jullie hebben me wellicht in mijn lijst al gezien dat er een nieuw eiland is, namelijk dat... Hoe heet het eiland ook alweer? Ik ben de naam vergeten. Er is een nieuw eiland, yeah, en dan kan je wiet plukken. En ik heb dat nog niet echt serieus gedaan daar, dus ik wilde dat deze aflevering even doen. Gewoon even naar het eiland toe, wiet plukken en zo. Maar ja, ik heb wel iemand nodig waarmee ik daarheen kan. Maar eerst moet ik een boot hebben, of ja, ik moet een manier hebben hoe ik op dat eiland kom. Vorig jaar ben ik met Willem met de waterscooter gegaan, de jetski. Echter heb ik zelf niet een jetski, dus ik ga hier eigenlijk gewoon wachten tot ik kan verstekelen. Dat ik een verstekeling kan zijn van iemand, dat ik gewoon mee kan. Hallo? Nee. Nee! Mag ik mee met jou? Of kom je net van het eiland? Ik ga een paar mensen ophalen. En dan ga je naar het eiland? Nee. Ga je niet meer naar het eiland? Nee. Ik wilde even langs het eiland. Als jij 10 minuutjes hebt, dan kan je volgens mij met de volgende lading mee. Oké. Okay. Samen Alamees, die komen er nu normaal gezien aan. Van het eiland? Die pak of... ik dan mee van het eiland. En ja? Dan moet ik gewoon even een van de twee vragen terugnemen. Oh, oké, prima. Dan gaan we eerst even naar mijn huis, leggen we even die toppen daar aan weg. Oké. Pik, we hebben 15 plukkers of zo. 15 mensen plukken voor jullie. Dat meen je. Het wordt een faciliteit die door de groep wordt beheerd. Ja. En daar gaan regels aan zitten, want ze kunnen die ook oprollen. Ja, natuurlijk. Hè. Het is illegaal allemaal. Daar hebben we trouwens jouw inleg ook voor nodig. Er gaat iets van een 12.500 euro zijn of prima, zo. Prima. Ik denk dat je dat wel hebt. Voor, misschien 15. Ja, wacht, kijk. En dan is het allemaal samen. Oh. Ja. Niffo's. Okay, boys. Abi. Abi. Hey, is het mogelijk dat Max met jullie met de volgende ronde meegaat? Ja hoor. Naar mijn mening wel. Kijk, gaan we even plukken, kijk, jongens. Maar... kijk, op het eiland is er een kartel aanwezig. Ja. En dat kartel is enorm agressief, zoals je wel hebt gemerkt. Ja. En daar is dus nu al een verzet tegen. Dat mensen daartegen gaan vechten. Ja. Maar we komen op hun eiland om te plukken en dan gaan we ons verzet tonen tegen. Ja, maar zijn... wij nemen dat hele eiland over met het verzet. En toen hebben we dus 3 auto's opgeblazen, alleen er ontploft ook wel mensen mee. Ik draag lekker kogelweer in de vesten op de tuin. Nice, ja, lekker veilig. Nee, maar Max, ben je alles gaan plukken, of dat niet? Ja, één keertje, maar ik heb, weet je hoeveel ik op zak heb? 16 wiettoppen. Dat weet je niet. Ja, dan moet je die even bij mij wegleggen, want er zit een maximum van 1000 die ik kan meepakken. Dan moet ik even de tas meepakken. Maar... ik heb er 1000 mee. Dus dan zou ik een tas even bij me moeten hebben, is prima. Een paar regels die er op het eiland gelden, ja, omdat het kartel al actief is. Geen masker dragen, geen helm. Dragen, en geen bril. Bril dragen. Wat zijn waarom? En ik denk waarom dat handschoenen dat... ook niet. Geen lange kleren. Ja, ze denken dus dat ze in een bril afluisteren apparatuur hebben. Oh, dus vandaar dat je niks aan dat om mag hebben. Nou, op zich snap ik die reden dan wel. Mogen jullie allemaal even mee naar binnen komen? 16 wiettoppen. Dat noteren we gewoon hoeveel erin ligt. Hoeveel ligt erin dan nu? 35.000 toppen. Jezus, gast, ik zie het. Ja, jongens, we zijn eigenlijk bezig toch? Wow. Oké, let's go. Kijk, en even of het goed weer is om te plukken. Ja, dat gaat lekker, hè? Ja. Ik ga vooral plukkers huren, want dat is fucking profitabel. Ja, of ik ga gewoon vaak wel eerst voor wie ze werken en dan kan je die gewoon choepen. Uiteindelijk plukken we allemaal voor ons. Voor onszelf. Iedereen plukt voor ons. Ja, enigszins, weet je.
We hebben zo'n naam opgebouwd dat ze schrik hebben om nee te zeggen. Dus okay, uiteindelijk komt er wel neer dat ze allemaal naar ons proeven, ja. Nice. Maar ja. Kijk, weet je, ik heb echt je back hoor. Maar op dat eiland stellen wij niks voor, dus ik ga niet je back hebben. Nee, maar komt goed. Op het eiland gaat niks gebeuren. Ik ben op er één eiland keer geweest. Moet je gewoon rustig gedragen. Ga daar niet te groot praten. Hun hebben daar wapens waar wij hier van komen. Daarom, dat gaat niks gebeuren. Ik ga gewoon rustig mijn ding doen. Ik laat ze met rust. Laten we mij waarschijnlijk ook met rust. Ik denk dat je ook even misschien 1000 euro mee moet nemen of zo. Want ze kunnen nog wel eens rare dingen vragen. Ja, wat geld. Ja. Serieus, ze vragen soms om geld. Ja, of er is random een tol. Dan meen je. Neem gewoon wat geld mee. Pak 1000, 1500 euro mee. Weet je, dat is voor ons niks, man. Nee, klopt. Oké, maar het is wel fucked up. Oké, jongens, ik moet dus ongeveer 1500 euro, iets meer. Ik neem gewoon 2000 euro mee opnemen. 2000 euro neem ik mee. En dat blijkt dus dat je daar af en toe gewoon echt keihard gescrewd wordt. En dat je dan gewoon geld moet inleveren, bijvoorbeeld. Of er is ineens een tol of zo. Dan zet ik jullie hier weer af. Dank u wel, Pie. Zat hem even naast mijn nieuwe auto. Wat is je nieuwe auto dan? Ja, kijk eens. Ja, fuck ja, nee. Ik ga wel weer alleen varen. Oké, jongens, we gaan nu naar het eiland. Ik heb allemaal advies gekregen. Dus ik ben er één keer eerder geweest. Maar ja, dat ging helemaal fout. En het was ook niet echt helemaal goed gegaan. Dus we gaan er gewoon nog een keer heen. En deze keer gaan we het op de goede manier doen. Meestie brengt jou. Ik pak een andere boot. Ja, is goed. We hebben al contact via de poten samen. Hey, let's go. We moeten eerst even tanken, want dat ding is bijna leeg. En ik wil niet dat we godverdomme weer op middenzee. Ik heb godverdomme een half uur zwemmen naar Kai op Rico. Heb je dat serieus vorige keer gehad? Ja, joh. Ik zat me samen op de boot. Die tank gaat opeens helemaal onder. Oh, dat meen je. Dat was een lek. Ja, hey, die boot trouwens, kunnen we die niet scoopen? Hey, er staat hier een speedboot. Wacht, ik kijk even of maar dat is met twee persoons. Wordt hij al gekaapt of niet? Ja, dat ga ik doen nu. Nee, wij gaan hem kapen. Ja, kijk even of hij zo'n Max voor zijn eerste keer kan meepakken. Dat hij even weet wat hij naartoe moet. We hebben die boot, maar volgens mij kan je hier wel met z'n vier in. Oh, dat is een boot, dat is een boot. Oké, wacht. Naar voren. Ze komen even achter ons aan samen, dus maak even een rondje. kijk ze zwemmen. Ja, maar ze mogen er echt niet op, ze moeten niet op. En of we hem gescoopt hebben. Maar we moeten samen ophalen. Ja, maar oké, de keer ik kom. Samen we komen hier zo ophalen, blijf er staan. Ik heb wel de tijd nodig, man. Nee, vaar door, ik heb hier een jetski. Ah, prima. Dit is goed, hè? Gewoon even een speedboot gescoopt. Ja, nice. Ik heb de boot gescoopt. Is het nog wel goed, of niet? Ja, deze is iets onder de helft, maar dat is prima, toch? Nee, dat is niet prima. Is dat serieus niet prima? Ja, ik denk dat we dat niet meer helemaal gaan. Weet je het zeker dat we redden? Ja, als je goed doorvaart. Iets onder de helft is hij, hè? En of als je hierheen gaat, ik heb een waypoint gezet, dan moet ik. Is dat serieus? Gaat de boot zo snel leeg dan? En er is geen signaal op, kan je prikken. Hoe bedoel je? Dus de porto werkt niet? Ik weet niet of het met een porto is, maar je telefoon, je kan niet bellen, je kan je bankapp niet openen, je kan je WhatsApp niet openen. Je hebt serieus geen... gebeld, krijg je niet binnen. Nope. Wauw, dat meen je. Dus je bent gewoon echt, als je daar inderdaad struikelt en je fucking been breekt of zo, even heel simpel gezegd, dan ben je gewoon... Gast, ik werd in mijn been geschoten door die kartel, hè. Dat meen je. Omdat ik het verzet had geholpen. Wie is het verzet? Ik weet het niet, een of andere gare, zwarte, helemaal in het zwart verpakt. Helemaal een mummie, maar dan is het zwart. En er zijn allemaal jagers of zo, die helpen de verzet. Dus daar moet je ook gewoon vrienden tegen zijn en zo. Ja, oké. Okay. Zo! Of even onder water zitten. Dan gaan we. Hier! Wil je nat worden? Alleen er zijn ook apen met AK's. Apen met AK's? Ja. Zoals op die filmpjes. Ja, er zitten allemaal tijgers en zo. Wat de fuck, lopen zwijnen. Het is echt een pokkeind varen. En we hebben nog maar kwart van de tank. Nee! Ja, kutgolven, jongen, echt. Moet ik bij het vliegveld aanmeren of. Nee. Nou, jongens, we zijn ter plaatse op het eiland of bij het eiland. We gaan nu aanmeren. Meester heeft de plek hier aangewezen voor me waar ik even het eiland op kwam. En dan zetten we de boot neer. De boot is wel bijna leeg, dus we hebben mogelijk geen vervoer terug. Maar we zijn er in ieder geval. Hey, Sam was hier achter ons. Je moet echt luisteren. Heb je een bril op mee, toch? Nee, die heb ik niet op. Oh, je wel af en toe meer wel, af en toe nog. Oeh, wacht even, hoor, die doen we even af. Niet zo rechts. Oké. Oh, hier gewoon. Mm-hmm. Nou, ik kan hem ook hier gewoon aanmeren, toch? Hier. Nou ja, hier zien we in ieder geval. Oh, die is netjes op het land gesproken. Oh, what the fuck. Oké, jongens, we zijn nu officieel te plaatsen. Ik heb een koude grote tas. Jij hebt echt een unique ook trouwens hoor. Daar kunnen veel toppen in. Nou, dan gaan we. Ik hoop dat we eigenlijk het liefst niemand tegenkomen. Dan kan ik gewoon rustig mijn toppen plukken. En zo, maar het is eigenlijk ook wel weer leuk als mensen tegenkomen. Het is echt alsof ik door de jungle loop. Al die geluiden om me heen en zo. En dan die bosjes en weet ik veel wat. Maar ik ben... Er is nog... Hé, een auto. Kijk, dat is top. Oh, maar hier zijn de wietvelden. Oh, we zijn er al. Een bad zonder t-shirt. Oh, Gerard is hier. Met een apen te gun. Alles. Hey, Gerard. Oh, hallo. Hey. Volgende keer.
Oh mijn god, ook echt een aap met een fucking... Wat is het? Chic wapen? Oh mijn god. Oké, zo gaat het dus hier aan toe. Nou, gewoon rustig plukken en we laten hem met rust met de wapens. We laten hem met rust. Ben je ook lekker aan het plukken, Gerard? Ik moet toch geld doen. Ja, het geld moet ergens vandaan komen. Ja. Dus dan maar op deze manier. Ik weet alleen niet waar ik het naartoe moet verkopen. Hé, Gerard, kom eens hier. Anders. Ik heb al een dealtje voor jou. Kom eens. Kijk, gaan we even hier staan? Wacht even hoor, volg mij. Wat nou? Wacht even hoor. Er komt eerst een deadlock. Een aap. Oh, hij heeft het tegen jou. Jij nee, hij is tegen jou, Geri. Oh, sorry. Wat is er alleen wat niet doet? Rode kleur maakt de aap boos. Oh, als je naar de andere kant op. Zou je t-shirt maar uit doen, Gerard? Oh, uit. Ja, maar ik... niet nood op dit eiland. Niet grappig om grappig te doen, maar ik denk niet dat je blij wordt van wat er onder zijn t-shirt zit. Maakt mij niet uit. Nou, meer een oud rimpelig lichaam. Fijne dag. Ja, maar hey, maar Gerard. Koud. Nee, Gerard, het is warm. Weet je hoe warm het hier is? Hoor je die beest niet? Hey. Gisteren sneeuwde het hier nog. Hey, jij zei dat je niet weet wat je ermee moet, hè? Hoe je er geld aan kan verdienen. Ja, ik moet nog iemand vinden die de beste prijs heeft. Wat nou als je voor ons gaat plukken? Wie is voor ons? Voor mij gaat plukken. Voor hoeveel? Ja, dat bespreken we wel. Maar heb je in ieder geval iemand. En een betrouwbaar iemand. Oké. Ja? Kan. Doe je dat? Dan pluk je van mij, dan doe ik het met de boys. En dan krijg jij je aandeel gewoon. Dan krijg je hetzelfde als de rest. Iedereen heel veel plukken van ons. Dat zit wel goed, oké? Ja, en als ik iemand vind die heel goed prijsje geeft, dan ga ik het aan hem verkopen. Nee, dat ga je niet doen dan. Dat doe je niet. Hoezo nee, niet? Dat doe je niet, want je werkt voor mij. En voor ons. Nee, ik heb helemaal nergens een getekend. Yes, stop. Hé, Gerard plukt ook voor ons, jongens. Meen je dat? Ja, oprecht. Voor jou of ja, voor mij, maar ik voor, met jullie dus, voor ons. Ja. Maar hij doet het voor hem, zeg maar, voor mij. Dan wilt hij het doen. Ja, die gast met die groene... Oh mijn god, je staat hier, Kane. Hey. Ja, wat zei je? Die gast met die groene... Af te pakken. Ja. Wat probeerde hij af te pakken? Oh ja, maar let maar niet op hem. Let maar niet op hem, joh. Dus hoe is het verder, Gerard? Lekker plukken, hè, deze dagen. Ja, het moet toch wat. Lekker wiet plukken, ja. Nee, maar niet roken, dat is slecht voor je. Ik wist niet wat ik de eerste keer mee moest doen, dus ik heb een paar naar binnen geduikt. Maar dat is ook niet een goed idee. Nee, ja, dat zou ik maar niet doen. Loop je in Mexicanen rond, vraag om een pluklicentie. Ja, maar die heb ik niet. Nee, ik ook niet. Dus dan? Ik moest 75 toppen afgeven. Dan meen je. Hey, Wouter! Ja? Hey, Martin, jongen! Hoe is het? Hey. Hey, wat een leuke outfit heb jij. Nee, wat heb jij met jou gedaan? Wat heb jij ook een leuke outfit trouwens uit, hè? We hadden even de missie. En, Marcus? Ja? Mag ik wat vragen? Tuurlijk. Klopt het dat jij gaat trouwen? Ik ga trouwen, ja. Oh. Oh, hij wilde nog een date met me. Ja, ik kwam er dus ook achter toen ik op de jetski met hem zat. En ik vroeg aan hem van, heb je het al gehoord? En toen... Oh, ja, wat toen, erg. Waar is hij? Een beetje... Ja. Oh, nee. Hij is alleen ten huwelijk gevraagd. Verder... Die gast gaat trouwens neergeschoten worden daar. Ja. Dat gebeurt hier echt om de seconde. Ja. Check. Ik vind, je bent uitgenodigd, hoor. Marcus, zolang je maar gelukkig bent, toch? Maar even tussen neus en lippen door, Jack. Ik wil nog steeds met je op date, hoor. Voor de trouw. Dan ben ik nog op mijn huwelijksnacht. Oh, daar ging hij. Dan wil ik nog wel even op date met je. Is goed. Je huwelijksnacht is al geweest, Marcus. Voor hoe noem je dat? Vrijgezellenfeest, bedoel ik. Ga ik nog wel op date met je. Oh, oké. Dan moeten we daar even misschien wat voor plannen. Yes, dat regelen we. Dat komt goed. Hé, hey, maar dan gaan wij verder plukken, jongens. Of komen jullie niet op te plukken? Ja, nee. Ja, weet jij toevallig als Piet nog in de stad is of niet? Ja, die is er nog. Die is er nog. Die is dat zijn er. Wij dat doen, ja, we zijn even aan het overleggen over wat de beste prijzen zijn voor het plukken. Maar we gingen alweer verder plukken. Nou, het is wel rustig qua kartelleden. Ja. Nou, gelukkig. Moet je opletten. Ik denk dat er straks een granaatje gegooid gaat worden. Een granaatje? Oh, het verzet bedoel je of zo? Of... Nee, zeker niet. Die gewoon zij? Ook. Hoezo? Ja. Gewoon voor een lol of zo? Ja. Dan meen je? Ja, echt. Oh mijn god. Gooi ze gewoon een granaatje ergens neer. Wat een gekke apen, letterlijk. Zie, ik heb mijn zonnebril nog op. Ik ben een dikke gangster, je weet het, hè? Oh, heftig. Kijk. Ja, oh, ik zou wel oppassen voordat je een probleem krijgt. Maar Marcus, waarom heb jij ergens een tas mee? Nou, dan kan ik gewoon zoveel mogelijk wiet in doen. Van die toppen. Ja. Er is hier één gast met bril. Ja, die is vroeg weer die tand, jongen. Maar Marcus, had je het net ook gehoord? Er waren zieke explosies hier. Nee, ja, er gebeurt van alles, hoor ik. Ze zijn weggereden. Top, dan steek je die gast met die fucking bril dood. Ja, dan is iemand die fucking stoel aan. Dus meteen heeft hij ons gesnitcht. Wat zegt hij daar dan? Ja, ik kwam net naar me toe. Jullie zijn dus lul en alles. Hij rent nu al weg. Pak hem dan. Meestal zit er achteraan. Hebben jullie iets bij je dan? Hij rent weg voor me. Als je zo terugkomt, jongen, als de toppen zijn weg. Dan kan gewoon ze top van.
van hem. Plukt hij voor ons of hij het nou wil of niet? Ik maak hem gewoon dood. Oh, volgens mij zijn ze er weer. Dus, als die gast met die bril maar niet gesnitst heeft, jongen. Oh, dat is die gast met die bril in een auto, volgens mij. Geschoten. De guy met de bril. Nee, dat is hem. Dit is hem. Ja, waarschijnlijk probeert die gast. Hij probeert ons te triggeren, jongen. Als hij dan. Wacht, Mees. Ik probeer hem wel eruit te trekken of te krijgen op een manier. Ja, maar ik wil hem niet daar midden doodsteken. Nee, maar ben ik nog willen. Ik gooi mijn baard in de shammers en vraag ik of hij meegaat. Meneer! Meneer, mag ik wat vragen? Meneer, met de rode ogen, mag ik wat vragen? Oh, rustig aan. Meneer, hallo, hoort u mij? Hoort u mij, meneer? Ja, zoek het maar uit. Laat maar. Disco van het vak. Daar heb je nu meer. Marcus, hij wil jou spreken. Ja, hij wil me nu wel spreken. En nu wil je me wel spreken? Ja, alleen niet met andere mensen. Hoezo niet met anderen? Maakt dat nou weer uit? Dat vind ik eng. Dat vind je eng. Wat ben je nou voor baby? Het gaat sowieso niet om het andere, maar het feit dat je het al benoemd bedoelt mij meer. Kijk even mee het veld in. Ik had een plekje en volgens mij was jij daar net. Zag ik je daar lopen? Je had die bril op net, hè? Of niet? Ja, ik heb een bril. Ja, geen idee. Maar twee seconden. Gerard, jij zag dat probleem net ook, wat ik had laten zien. Maar jij snapte het ook niet. Ik heb even een afspraak. Je hebt helemaal geen afspraak. Je bent letterlijk heen en weer aan het rijden. Dus of je komt nu mee, of je boeit me dan verder niet meer, dan zoek ik wel iemand anders. Het gaat om geld, dus het is jouw keuze. Meneer. Ja. Kom nou maar even mee. Ik kan wel voor je werken dan. Ja, loop maar even mee het veld in ieder geval. Nee, maar het gaat gewoon om deal, jongen. Als jullie niks doen, dan doe ik ook. Kom niet zo. Nee, prima. Niks aan de hand, joh. Niks aan de hand. Volgens mij was het heel donker, sorry. Ik zie niet zoveel. Ik loop wel even de dingen. Rustig aan, jongen. Rustig aan. Ik wil niet te... Rustig aan. Rustig aan, joh. Je bent toch tot hier ook al gekomen? Er is toch niks gebeurd? Ja. Wat denk je nou dat er gaat gebeuren hier? Je weet wat voor mensen er rondlopen. Als ik één dom ding doe, dan ben ik dood. Ben je gek? Ja, dat klopt. Maar misschien heb je een deal met hun of zo. Nee, met hun. Wat boeit hun het nou wie wij zijn? Kom, ze schieten ons dood en denken erbij niet bij na. Kom nou gewoon mee. Hier hebben we ermee gelokt. Let op. Oké, kom. Hier, prima. Hier is prima. Ik voel me helemaal niet meer veilig. Hoezo niet? Wat boeit het nou of hier staat? Het is meer gewoon iets... Hoor je dat niet dan? Het is iets beschutter hier. Hoor je ja, die kogels, er zijn er non-stop kogels hier. Ik voel welke. Ik geef jullie wel wiet. Hoeveel top heeft hij bij zich? 216. 200. Hij regelt het verder prima. Dan kunnen wij weer plukken, jongens. Nou, Mees die nakt even zijn toppen. Hij was de hele tijd dom heen en weer aan. Een beetje aan het uitdagen, toeteren, langsrijden. Zeggen dat hij ging snitchen, weet ik veel wat hij doen. Hij heeft me 200 toppen gegeven, Samo. Top. Nou, als hij snitchen, dan ziet hij lul. Hey, Jan. Ze houden niet van rood, volgens mij, die apen. Ik heb een nieuwe outfit. Welke aap? Jij bent racist, doe me. Nee. Jan. Oprecht. Ik ga niet eens praten, nee. Jan, oprecht. Kom eens hier, wacht. Jan, 2 seconden. Je gaat gelijk. Ik ben niet racist. Ik ben Jelle. Ja, kut Gerard. Oh. Gerard? Oh nee, Gerard. Jan, je bent gewoon... Gaat niet dood, hè, Jan. Zie ik dit goed? Hallo? Jan, ik zei heel duidelijk. Ik ben niet jou, ik ben je neef, sukkel. Dat is een neef. Ik heb heel duidelijk gezegd, geen rode kleding, Jan. Wat is rood? Ik heb jou ook op 12-jarige leeftijd een les geleerd. Ja, ik vind het erg interessant. Lachende wieg, weet je toch kennis op doen waar ik plukken? Ik heb jou toen meegenomen dat is een compensatie, ja. Dat is een les, wat er gebeurt als je rood draagt. Maar daarom zeg ik even informatie op doen, weet je. Dat is omdat je familie bent. Kijk, nu is het al goed. Kijk, ik kan ook dit doen zonder dat die boog... Jan, doe dat nog 1 keer. Aap, samenstellen. Ja, maar Gerard die werkt al voor ons toch? Dat hadden we afgesproken. Jij zei het, maar nee. Nee, maar oprecht, ik bedoel, je hebt letterlijk geen betere keuzes. Als je gewoon lekker geld, legaal geld wil verdienen, dat was legaal, je krijgt het dan wit. Luk maar voor makkers. Ja, maar jullie weten nog niet wat de prijzen zijn. Ja, maar waarschijnlijk krijg je het bij iemand anders krijg je het zwart. En dan moet je het zelf nog wit wassen en dat is hartstikke legaal. Of illegaal, daar krijg je dikke problemen mee. Het heeft wel wat rustgevends, jongens. Gewoon lekker die chillen. Beetje plukken, beetje geld uiteindelijk verdienen hiermee op lange termijn. Want we hebben natuurlijk heel veel plukkers voor ons. Zoals Gerard die nu ook voor ons gaat plukken. En ja, dan krijg je gewoon geld ervan uiteindelijk. Want we gaan een bedrijf kopen, een bedrijf, een gebouw, een facility. Waar daar kunnen we de wiet drogen. En via daar kunnen we de toppen dan ook weer gewoon, volgens mij kunnen we ze dan verkopen. En daarmee gaan we dus het geld voor onszelf. Maar ook aan degene die voor ons plukken geven. En dan heb je eigenlijk een soort, hoe noem je het? Die handel, dat heeft een woord, een benaming, maar ik ben het gewoon vergeten. Hoeveel heb jij er mee? 680. Je gaat er vandoor, Giri? Ja. Hey, denk even over het aanbod na. Het is een goed aanbod. Prijzenklasse, die krijg je nog. Ja, dan worden gewoon weer mensen vervoerd. Ja, klopt, het is echt gewoon een grote business hier. Het is nu wel lekker rustig. Ja, klopt. Samen is bijna klaar, dus... Nou, dan gaan we. Leggen we dan weer Piet in zijn huis? Is Piet er nog, of? Ja, Piet is er. En wij maar plukken hier. Ik ga even kijken of er jetski's staan.
Ik regel vast wel vervoer voor ons, dat we met z'n allen in eentje kunnen. Ik heb vast de vrachtwagen geregeld, jongens. Dan kan ik die even voor de ding neerzetten. En dan kunnen we daarmee gewoon naar locatie rijden. Nou, we wachten even op Mason en Samuel. En dan kunnen we naar de haven toe. En dan kunnen we weggaan hier. Kunnen we terug naar de stad. Zo, maar deze vrachtwagen kent geen snelheid. Nee, hij is traag. Maar pas op, hij keept het snel om, hoor. Daar moet je voor oppassen. Hij keept het oprecht snel om. Wat zal het zijn? Nee, echt. Ik maakte net zo'n paar bochten. En toen keeper ik voor mijn mij om. Hoeveel heb jij nu op zak, Max? Ik heb nu op zak 700, oud 699. 699 plus die 16 moet je kopen. Nee, die 16 had ik al in pizza. Ja, ja, maar we moeten even kijken wat iedereen heeft, anders gaan we... Oh, ja, oké, okay, plus die 16. Dus pakken we deze. Blijkbaar ga ik achter het stuur. Oh, dit is best wel een risicootje. Is de tank nog goed? De tank is op de helft, dus het redden we ook. Ik moet hier naar rechts zeker, ja. Ik doe mijn ogen dicht. Ja, komt goed, jongens. Welke kant moet op? Links. Links? Oké, okay, nou dan gaan we. Ik zie echt letterlijk niks. Nou jongens, we gaan weer terug naar de stad. We zitten in het bootje en het is tijd. Dan gaan we. Nou, je moet een beetje omvaren. Zitten we dan met de boys. Midden op zee, de stad is daar verderop. Het eiland daar is achter ons. Ik zit er first person. Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind die nieuwe update vind ik oprecht heel leuk nu. Dus mijn livestream was een beetje vaag allemaal, maar nu het gewoon lekker rustig georganiseerd is, is het helemaal top. Het blijft iets met GTA, als je zo bijvoorbeeld op de stad afvaart, hier gewoon, GTA, het komt uit 2013, maar het blijft zo'n chill spel om te spelen. Ik weet niet wat het is, maar af en toe ben je het zat, maar zoals nu denk je dat toch wel, ja, het is zo'n leuk spel om gewoon te spelen, joh. Als je die map ook ziet, nu helemaal lekker met Roeveen, zo, het is gewoon echt chill. Waarom blijft hij nou nog zo dom stuiteren? Er zijn letterlijk geen golven. Wat staat achter ons? Dat is politie, hè? Dat is politie, nee. Wat de hel? Dus goeiedag. Helaas kunnen we er niks mee. Hallo. Kom even een beetje richting de rechterzijkant. Ja, onze benzine is bijna leeg. Dus ik zou het waarderen als we even door kunnen varen nou, tot laatste stuk. Laten we maar even door richting de haven. Dan steek ik verder even. Nee joh! Hey, als we echt weg moeten, gaan we weg. Of we steken ze gewoon allemaal de pestpamps. Ik steek ze gewoon neer straks. Ai, als ze fouilleren steken, ja. Ik heb alleen geen mes. Ik heb niks bij me, jongens. Ik heb niks bij me. Nou, dat is echt mooi. Heeft er iemand hier een voertuig, of niet? Ja, ja. Ik heb een G-wagon. G-klasse. Oké. Ik heb alleen geen mes bij. Yes. Even het land op. Nou jongens, de politie is er. Dit is echt fucked up. Hallo. Oeh, het fris dat het was. Hey, goeiedag. Wie van jullie was de bestuurder in Twit volgens mij, hè? Ja. Heeft u enig idee van de vaarregels rondom havens? Ja, wat dan? Dat liet u niet zien namelijk. Nee, sorry, het is laat, nou ja, het is koud. Het spijt me. Het is gewoon laat en koud. Ik wilde gewoon echt graag naar huis met mijn vrienden hier. We zijn lekker gaan kamperen met z'n allen. Dat is, lekker met de boot. Maar ja, het was koud, joh. Mm-hmm. We willen gewoon graag. Nou, ik snap dat ik te hard ben gegaan. Dat spijt ik, maar me oprecht. Het is alsnog niet een hele geldige reden, natuurlijk. Nee. Het is ook niet om het te veroorloven ervoor, maar het is gewoon letterlijk de reden. Dat is waarom. Daarom zeg ik gewoon, we wilden gewoon naar huis. Aan de linkerkant van de gul. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, sorry. Dat spijt me. Maar voor de rest is het helemaal goed. Nou, dan nog een fijne avond en let op. Fijne dag. Yes, hetzelfde heren. Yo, top, fijne avond. Oh, pik, we zijn er echt goed bij gekomen. Nou jongens, dat ging net aan het tijd. Ik kreeg dat ze ons gingen vieren omdat we al die tassen op zich hadden. Nou, we weten nu in ieder geval trouwens dat je wel rekening moet houden met zodra de stad weer aankomt. Dat er mogelijk boten kunnen varen. Ja, er zijn blijkbaar politieboten, ook opnieuw. Dat houden ze wel in de gaten dus. Nou, nu wachten we even bij Piet zijn huis. Hij komt eraan. En dan gaan we even de toppen in zijn huis leggen en dan zijn we helemaal klaar. Niveau. Ja, fuck ja, boys. Ja. Weet je hoe lang wij geplukt hebben in die hitte apen die ons neer wilden schieten? Oké, dan moet ik naar Piet sturen hoeveel ik in heb gelegd. Oké, het is in de kast gelegd. Ik heb 715 totaal in de kast. Vandaag wordt eerst 1000 toppen geplukt, Marcus. Nou, bijna. 700. Ik was vaak afgeleid door apen en Jan was er even en Gerard was er dus. Ja. Dan raak je snel afgeleid. Hé, jongens, ik spreek jullie later. Joejoe. Kijk, daar zijn we weer bij mijn prachtige auto. Ik vind de kleur oprecht lijp ook gewoon. En dan gaan wij eventjes terug naar de garage. We hebben gewoon 715 wiettoppen geplukt. Ik heb ze allemaal weer in wiet in pizzahuis gelegd. En dan heb ik het allemaal naar hem gemaild hoeveel te zijn, zodat hij de administratie eigenlijk op orde kan houden over het aantal wiet dat we hebben. Dat iedereen eerlijk verdeeld krijgt, weet je. Dat doet iedereen, ook de plukkers voor ons. We hebben inmiddels echt 16, 17 plukkers voor ons. Gerard die plukt nu ook voor ons, dus dat is top. Het gaat helemaal lekker zoals dit. Kijk, en dan zijn we aangekomen bij de garage, jongens. Daar zijn we dan. Lekker met de Maserati. Het was een goede dag. Het was een nuttige dag. Geld verdiend waarschijnlijk. Laat het voertuig repareren en dan zetten we hem lekker terug. Nou jongens, we zijn de hele video al gebeld door opa Gerard, maar maakt niet uit. Dank jullie al voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als jullie vaker van dit soort video's willen zien, waarschijnlijk, ik weet niet hoe ik dit ga editen, maar ik gok dat hij wat anders is dan normaal. Omdat het een heel ander, ja, het gebeurt van alles. Dat is op een andere manier. Maar in ieder geval, dank jullie al voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer ze allemaal even. Abonneer zeker even allemaal. Like hem even. Ik kan niet lang naar boven wezen. Ik kan waarschijnlijk neder liken, maar niet boven. En tot de volgende keer. En dan eigenlijk moet ik mezelf de outro doen, dus...
Doei.